Als libellen gaan paren, moet eerst het mannetje het vrouwtje grijpen. Hier zie je hoe het mannetje van de roodoogijver het vrouwtje pakt. Hij pakt haar met zijn achterlijfspunt achter de kop. En dan vormen ze een zogenaamde tandem. Ze zullen een hele tijd zo gekoppeld blijven. Eerst om te paren en later tijdens het eitjes afzetten. Hier een vrouwtje dat eitjes aan het afzetten is en door een mannetje gepakt wordt voor de paring. Het mannetje lift het vrouwtje dan omhoog. Want om te kunnen paren moet nog een tweede koppeling gemaakt worden door het vrouwtje. Als die koppeling geslaagd is, dan vormen ze een hartje, een hartvormig figuur, een paringsrad of paringswiel, ook wel copula genoemd. Die koppeling tot stand brengen door het vrouwtje is nog niet zo makkelijk. Die mislukt heel vaak. Een enkel stel heeft direct succes, maar vaak zijn heel veel pogingen nodig voordat het lukt. En vaak zie je het vrouwtje dan heftig wapperen, terwijl het mannetje zijn uiterste best doet om haar omhoog te brengen. En ook hier mislukt het. En het stelletje vliegt dan maar op om het op een ander plekje opnieuw te proberen. Maar dit stel zou uiteindelijk succesvol koppelen. En ook dit stel weet succesvol een copula te vormen. En eenmaal gekoppeld, dan kan het sperma overgedragen worden, maar eerst wordt het sperma van de voorganger verwijderd. En als copula kunnen ze ook vliegen. En vaak is dat nodig, want lang niet altijd kunnen ze ongestoord een hele tijd gekoppeld zo zitten. Hier bijvoorbeeld heb je al een eitjesleggend paar in de buurt. En zo'n paring die kan 5 of 10 minuten, maar soms zelfs wel een half uur duren. Hier op de achtergrond ook een paar dat eitjes aan het afzetten is. En dit is een ander gekoppeld paar in de buurt. Allebei aan het paren. Op de voorgrond een paar dat eitjes aan het afzetten is en het mannetje daarvan zoekt houvast op het parende vrouwtje. Nou, die zijn daar niet van gediend. En ze vliegen weg. En ook deze kevertjes storen Dat zijn zogenaamde waterleliehaantjes. Kunnen hele gaten in de drijvende waterleliebladeren knagen. Maar verder zijn ze onschuldig, hooguit wat hinderlijk. En dan zijn er nog de rivaliserende mannetjes. Met de vleugels worden ze vaak afgeweerd. En zo'n rivaal kan behoorlijk agressief zijn. Maar goed, uiteindelijk is de paring voorbij en het vrouwtje laat los. En langzaam strekt ze haar achterlijf. Na de paring kunnen ze gelijk wegvliegen, maar soms zie je eerst het vrouwtje met haar poten over het achterlijf wrijven. Beetje gymnastiek. Soms gaan ze eerst nog een tijdje rustig zitten, voordat ze opvliegen om eitjes te gaan leggen. Maar er zijn ook stelletjes die direct opvliegen. Meestal gaat het zoals hier. Ontkoppelen. Even zie je het vrouwtje met de vleugels wapperen en het achterlijf strekken. En even later vliegen ze op. En dan gaan ze eitjes leggen.